We moeten een goede penaltykikker zien te vinden. Oh, ik kan dat goed. Maar allee, waarom zei je dat nou pas? Ik heb dat er straks voorgesteld en Gulle ging daar niet op in. Sorry, ze, hè? Zo dus! Wat zo dus? Doe het! Doe het! En als die Ronnie Wels niet akkoord is met kick of dubbel? Weg met de zorgen en weg met verdriet. Zalwaar van het scheldje of zalwaar het niet. En zolang dat het scheldje bestaat, zal rugbysport nooit niet vergaan. Waar het een wallol is als Glasborg of vol is, de rest drinken wij ons niet op. Denken, weten, snel zijn en de nodige portie geluk zal er ook wel bij moeten. Ook in onze nieuwe IQ-quest van vandaag onder leiding van Herman van Molle. Goedenavond, dames en heren. Wij staan weer in de startblokken voor een nieuwe IQ, maar eerst nog een kleine opwarmingsronde. Ik laat u even de kandidaten voor vanavond zich aan u voorstellen. Ik begin bij twee nieuwe kandidaten en ik begin bij Luc Platiot. Dag Luc. Dag Herman, goedenavond kijkers. Ik ben dus Luc Platiot, ik woon in Dendermonde. Ik ben gehuwd met Annemarie, heb een zoontje van 3, Jeroen. En werk samen met Erik in een laboratorium van een zetmeelen- en glucosebedrijf in Aalst. Mijn hobby's zijn hoofdzakelijk een beetje lopen, een beetje squashen en lezen. Dan gaan we eens kijken wie die bewuste Erik is. Dat is Erik Le Rouge alvast. Ja, mijn naam is dus ondertussen wel bekend. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Mijn hobby's zijn onder meer amateurtoneel, een beetje limerick schrijven en dergelijke toestanden meer. En soms wel eens quizzen. Is dat moeilijk, een limerick schrijven? Nou, dat valt door de band wel mee. Het is eigenlijk meer een routine dan een kunst eigenlijk. En eens geschreven zijn, wat doe je daarmee? Publiceren of gewoon voor de vriendenkring? Dus meest voor de vriendenkring eigenlijk. Ja. Niet voor de vriendenkring, maar voor ettelijke honderdduizenden kijkers is deze quiz. En de mensen die vaste IQ-fans zijn, kennen deze twee mensen. Vader en zoon, nog altijd, neem ik aan. Dirk en Jan Lakeur. Zo, heren mag ik zeggen. De 6e keer vanavond. De 6e keer, ja Herman. En zoals ik gezien heb op de monitor, is ook onze beginscore weer gezakt. Dus het gaat weer iets moeilijker gaan, vermoed ik. Maar we gaan ons best doen in elk geval. Dat is prima.
Jullie hebben, dat is ook nodig als jullie je best doen, want jullie hebben al 272.500 frank op de rekening staan. Dat is heel wat, hè? Of de helft. Of de helft als jullie verliezen, maar zes in elk geval is halfweg het record, als het u een kick mag geven. Let's go for it, 20 minuten. De milieuorganisatie Greenpeace heeft een nieuw vlaggenschip. De Rainbow Warrior 2 zet binnenkort koers naar de Stille Oceaan. Een vroegere tocht naar het zuidelijke halfrond in 1985 eindigde rampzalig. De Rainbow Warrior nummer 1 werd door de Franse geheime dienst opgeblazen. Dat was in Nieuw-Zeeland. Weet u nog in welke havenstad? Auckland. Ja, precies, in Auckland, Nieuw-Zeeland. Heeft u er enig idee van, waarschijnlijk wel, wat er op de plaats van het vraagteken zou moeten komen? Solide. Jan, ja, precies, solide. Mag ik dan wel vragen waarom? Van onager, de eerste twee letters van ravage, de derde en de vierde, en van egoïst, de twee laatste, en zo hetzelfde bij het tweede stuk. Ja, dat wordt dus SO. L.I. van Paling en D.E. van Obade, solide. Is goed. Evert, u 3 seconden op en jullie komen op 8, maar daarmee is nog weinig aan te vangen, wat woord betreft natuurlijk. Ja, de melodie is gemaakt, de tekst is nog niet klaar, dus dat wordt wel even stomen, jongens. From the bottom of my pencil case, I love you in the songs I write and sing. Love you because you put me in my rightful place. And I love the PRS checks that you bring. Cheap, never cheap. Na de oolijke House Martins, die ons geweldige hits brachten als Happy Hour en Caravan of Love, besloten Heaton en Cullimore, boekbeelden van deze House Martins, maar eens met een ander groepje te beginnen. En zie daar, meteen tekenen ze van een van de mooiste nummers van dit jaar, Song for Whoever. Hoe noemen zij hun collectief nu? Ja, Jan. The Beautiful South. Dat is helemaal goed. The Beautiful South. Nou, we hoorden er maar een klein stukje van. Van welk woord staan hier alleen de klinkers? Het gaat bliksemsnel, Luc. Vleugelpiano. Ja, we blijven een beetje in de muzikale sfeer met deze vleugelpiano. 49-13. Schilderkunst nu. De man wiens standbeeld we hier zien is een van de grootste Vlaamse primitieven, maar tot vorige eeuw bleef hij onbekend en onbemind omdat hij, zoals zoveel van zijn collega's in de 15e eeuw, zijn werken niet signeerde. Hij startte in Doornik bij meester Robert Campin, maar vanaf 1435 vinden we hem als stadsschilder in het Bourgondische Brussel terug. Zijn standbeeld van daarnet staat te bewonderen in Doornik, maar voor zijn schilderijen moeten we helaas veel naar het buitenland toe. Zijn naam. Rogier van der Weijden. Zo is dat. In het Frans heette die Roger de Le Pasteur. Niet de La Pasteur, maar de Le Pasteur. Rogier van der Weijden, inderdaad. Welk woord van 5 letters bevindt zich in de doorsnede van deze verzamelingen? Even overleg tussen vader en zoon. Ruzie. Ruzie is in elk geval goed. 5 letters, zei ik. Dat zijn gemeenschappelijke letters. Ja, ruzie. We hebben maar 30 seconden en u wil de hele film zien.
dat is geen probleem. Een kort fragment dus. The time has come when a student must question. I know you don't believe in fighting, but this isn't exactly fighting, you know. Not exactly ping-pong either. When a teacher must let go. Yagi always train you, but for tournament, cannot. When a conspiracy is planned. You said that if I beat this LaRusso kid in the All Valley tournament, that you'd give me 25% of your new dojo. When a trap is set. You know how to front sweep? Not really. Do you know how to sweep? Of course. Or like this. Then, left to side. Right. It's no joke. I need your title. You don't enter, that affects my financial future, Daniel. Get it? You think you can rely on that crane crap? Last time you weren't fighting this. Mr. Miyagi loves you. Er is een zogeheten trailer of de lanceerfilm waarmee het publiek wordt warm gemaakt voor nieuwe films. We zouden van u graag weten voor welke recente film hier publiciteit wordt gemaakt. Het is deel 3 van welke film? Voor 6 seconden. Karate Kid. Karate Kid nummer 3, inderdaad. Wiskunde dan, hoeveel is dit? Eenvoudiger kan het niet. ...666. Ja, altijd eerst overleggen, dat is misschien geen slecht idee. 666. We beginnen altijd zover mogelijk naar rechts. 7 x 21 is 147, plus 3, 150. 4 x 150 is 600 en dan krijg je 666. De score even rustig bekijken. Nog lang niet zijn Dirk en Jan in de buurt van Luc en Erik. 35 hebben ze er en Luc en Erik 62. Deze Russische monnik stond bekend om zijn hypnotische gaven. Toen hij Alexei, de aan hemofilie leidende zoon van tsaar Nicolaas II, redde van een bloeding, werd hij de lieveling aan het Russische hof. De al te invloedrijke monnik werd tenslotte vermoord. Zijn naam. Rasputin. Rasputin is juist, maar slechts voor 2 seconden. Wat staat hier? Welk woord? Ga je toch een klein beetje helpen? Het gaat om een werkwoord. Wie durft, Jan of Dirk? Borstelen? Nee. Dat was nog niet eens zo'n slechte gok. Ik dacht eerder aan inboezemen. In, ergens, boezem en inboezem. We vergeten het, we vergeten het. Golf blijft een iets wat mondijn gebeuren in dit land, maar als kijkstuk is de golfsport dankzij de televisie gemeen goed geworden. Ook de woordenschat nemen we aan. Weet u bijvoorbeeld hoe zo'n zandhindernis in de buurt van een hole heet? Een Engelse term uiteraard. Bunker. Ja, de bunker is goed. Met mondjesmaat komen ze toch wel dichterbij, heb ik de indruk. Eens kijken wat u van spreekwoorden af weet. Dit zijn in elk geval de beginletters van de lettergrepen. Welk spreekwoord is het volledig? Haast en spoed is zelden goed. Nee, helemaal niet. Maar ook bij Luc en Erik komt er niks. Men moet geen slapende honden wakker maken. Deze brug verbindt Manhattan met een district in het zuidwesten van Long Island. Tot 1898 was het een zelfstandige stad, gesticht door Nederlandse kolonisten. Het maakt nu met Coney Island, recreatieparken en een botanische tuin een natuurlijk deel uit van New York. Hoe heet dat kleine stukje New York? Dirk of Jan? Brooklyn. Ja, Brooklyn van de Nederlandse stichter Breukelen.
Brooklyn. Van welke twee verwante zelfstandige naamwoorden zijn hier de letters door elkaar gehaald? Twee verwante zelfstandige naamwoorden. Dirk. Voet en enkel. Dat is prima, we zien inderdaad voet, V-O-E-T en enkel blijft dan over. Dat brengt jullie op 2 seconden na op gelijke hoogte met Luc en Erik. De wereld is hard, je neemt al eens een lifter mee en dan wil je er meteen weer uit. Just stop the car. Eddie, you gonna be sick? Pull over. If you're gonna be sick, roll down the window, all right? Don't throw up in the car, all right? God damn it, stop it. Stop the fucking car. Stop the fucking car. I am. I gotta get off the highway. Can't do it, Billy. It was a mistake. De Amerikaanse cineast David Burton Morris zorgde met deze rauwe print voor heel wat sensatie bij de filmcritici. Onderwerp is de tocht die twee vrienden ondernemen om een van hun vroegere vriendinnetjes op te zoeken. De dialogen die de twee voeren gaan hoofdzakelijk over één onderwerp, en dat is seks. En daar wordt niet op de meest fijnzinnige manier over gesproken. De reclameslogan die de film begeleidde, geil, goor en grappig, had ditmaal voor 1 keer gelijk. We zoeken de titel van de film. What is this? You gonna make some snowballs? Eddie, I'm dying out here. Come on, get back in the car. Billy? No. I'll leave you out here to die, man. Billy, there could be white people in there. Hitler's. The guys? Nope, not the guys. Wat is er zo grappig, Luc? Nee, ik hoorde daar aan de overkant tegen de girls. Dat had ook gekund. Ik wil het vooraf proberen. Je kan nooit weten. Nee, toch niet. Patty Rocks heette die rauwe, maar toch wel grappige film. Patty Rocks. Welk woord vormt er hier 7 andere? Wie was eerst? Het was... Kat. Kat. Kathode, katoen, katoog. Katrol, katterug, katin en katzwijn. Sessa, daar is het. De godin van de overwinning kan je beter te vriend houden, dat is duidelijk. Ook de Atheners dachten er zo over. En in 430 voor Christus bouwden zij ter ere van haar dit kleine, maar bijzonder fijne tempeltje op de westrand van hun Acropolis. In het tempeltje prijkte haar beeld, dat is logisch. Zij was een uit de hemel afdalende godin en daarvoor had ze uiteraard een flink stel vleugels nodig. Haar naam. Godin van de overwinning. Bij de Grieken, dat is? Nike. Nike. Welk woordje schrijft u met de letters die maar 1 keertje voorkomen in interessensfeer? Fit. Fit. 3 letters komen slechts 1 keer voor, ja, de F. De I en de T. Voor de eerste keer nemen ze de leiding, maar slechts met 4 seconden. De natuur in. Je ziet hem soms nog eens, maar niet zo heel veel meer. Hij is een van de grootste Europese kevers, maar hij wordt in vele landen met uitsterven bedreigd. Zijn buitengewoon ontwikkelde kaken geven het dier zijn nogal speciale naam. Welke naam is dat? Vliegend hert. Een vliegend hert. Het lijkt een beetje op een gewei inderdaad, die twee reusachtige kaken. Vliegend hert is goed. Welk getal hoort daar helemaal boven? Vijf.
35. Is ook weer goed. Het begint hier te lopen. Waarom 35? Het bovenste getal is altijd het verschil tussen het linkse en het rechtse daaronder. Daaronder, ja. Dat is overal zo. Dus ook met 47 min 12 is 35. Mensen die op zondagmiddag ongeveer naar tv kijken, zullen dit melodietje waarschijnlijk wel herkennen. De Duitse componist Georg Friedrich Händel, die leefde van 1685 tot 1759, is de oratoriumcomponist bij uitstek. Hij schreef er ongeveer 30. Het fragment dat we horen, dat is de melodie van het BRT-programma Sunday Proms, komt uit het oratorium dat handelt over de strijd van de Joden tegen de Syriërs ongeveer 150 jaar voor Christus. De Joodse leider Mattathias is gesneuveld en zijn zoon Judas volgt hem op. Onder zijn bevel wordt Judea uiteindelijk een onafhankelijke staat. Geef de naam van dat oratorium van Händel. Erik? Zadok de priest. Hoe zei je? Zadok de priest. No. Vrijheidsoratorium. Ook niet, maar wel Judas Maccabeus, zo heet het. Welke twee woorden die elkaars spiegelbeeld zijn, vullen dit aan? Ja, leek me ook nogal eenvoudig, maar 2 seconden is wel bliksemsnel, Luc. Op een kruk waarvan de poten bekleed waren met kurk. Met kurk, dat kan. Kruk en kurk zijn elkaars spiegelbeeld. 2 seconden, maar ja, ze zijn in dit geval wel belangrijk. 70 hebben jullie er. En Dirk en Jan hebben er al 93 verzameld. Maar we hebben nog een heleboel vragen. De doorbraak van de commerciële televisie hier in Vlaanderen inspireerde alvast ook onze noorderburen. Lex Harding, die 22 jaar lang bij Veronica werkte, zocht financieel steun bij banken en multinationals voor het toekomstige RTV, Radio Tele Veronique. Maar ook Joop van den Ende, maker van succesprogramma's als Vet en Dat, Soundmix Show en dergelijke, begint met een commerciële zender binnenkort die hij de bijnaam het Sterrennet geeft. Maar hoe heet het eigenlijk? TV10. TV10, inderdaad. Welk woordje ontbreekt hier? Woordje van 2 letters. Ja, het tempo wordt razendsnel nu wel. As. As is goed, want dan vorm je... Paasei en klasse. Ja, paasei van boven naar onder en klasse van links naar rechts. Inderdaad, ze komen op temperatuur. Zijn ze aan het roderen voor straks het schuifraam, denk ik. We gaan even kijken of iets afweet van literatuur. Deze hedendaagse schrijver werd geboren in Comdon, de Gascogne, als zoon van de directeur van het Institut Français du Pétrole. Voordat hij zijn bestaan inrichtte als broodschrijver, werd hij enkele jaren als leraar Engels en van 1965 tot 70 was hij directeur van een reclamebureau. In 71 verscheen zijn eerste roman Lady Black. En de Franse kritiek noemde het boek van deze homoseksuele auteur schandelijk en opzettelijk provocerend. Sindsdien wordt er van hem jaarlijks minstens 1 boek uitgegeven. Hij schrijft ook nog toneel, als ik u daarmee kan helpen. Zijn naam? Dirk? Erik Perty. Nee. Patrick Besson. Ook niet. Het was Yves Navarre. Yves Navarre. Dan moeten we nu nog een oversteekje doen van links naar rechts met behulp van letters. We gaan dus van de V naar de L. Welk woord vormen we onderweg? Voor 6 seconden eventueel, Luc. Variabel. En dat is goed. Variabel, V-A-R-I-A-B-E-L. Ja, inderdaad, variabel. 80-94. Misschien die laatste vraag kan u nog langs zij brengen. Het is een vraag over strips.
Bij echte stripfanaten staat deze strip trouwens altijd op het verlanglijstje. Het gaat om een science fiction reeks, getekend door de Engelsman Don Lawrence, waarvan we nu het eerste nummer zien, Gevangenen van de Tijd. Andere titels zijn De Diepe Wereld, Strijd om de Aarde, Het Geheim van de Neutronstralen enzovoort. Kent u de titel van deze reeks, die vooral gekend is om de prachtige, realistisch getekende platen? Pijn gedaan, Dirk, dan moet Jan het maar zeggen. Storm. Ja, Storm is juist. 180, dat zijn afgeronde getallen. 20 seconden voorsprong voor Dirk en voor Jan. Ze treden, voor wie het begin van het programma mocht gemist hebben, vandaag voor de zesde keer aan. Ze hebben, toch nog even meegeven, 272.500 frank verzameld. Belangrijke aflevering is dit dus. En het belangrijkste moment moet nu nog komen. Het zwaartepunt ligt op die woorden. Dat kan allemaal vanaf nu. Vijf seconden nog. Het wordt routine, maar het is het echt niet, geloof mij hoor. Zenuwgas zie ik staan bij Luc en bij Erik. En daar kan niks tegenop. Ik bedoel, aan de andere kant in elk geval goudwinkel en gezinsauto. Met nog 39 seconden over winnen ze voor de zesde maal. Dirk en Jan, proficiat. Dank u. Ja, Luc en Erik zei het. Ja, je kan er moeilijk iets tegen doen. Ja. Er is gewoon niks aan te doen. Ze zijn niet alleen ontzettend sterk, maar ze schuiven ook ontzettend snel. En er is eigenlijk weinig tegen aan te vatten. Is het dan toch geen klein tactisch zetje? Misschien interessant voor de mensen die volgende week moeten komen opdagen? Nee? Nou, tegen dat kaliber is er weinig aan te vangen eigenlijk. Bon, dat is sportief en fair dat u dat toegeeft. Misschien alleen zenuwgas zou kunnen helpen. Nou, we hadden eigenlijk meer zenuwen dan gas, denk ik. Gas om zenuwen weg te nemen misschien, had al niet slecht geweest. Oké. Okay. Ik wil u belonen voor uw moed met een of ander drankje, maar u mag zelf kiezen. Ja, graag. Ik had graag een fles cognac. Cognac voor Luc en Erik. Ik neem een fles wijn. Wijn. Marina, goed lach zoals ze is, brengt zeer goede wijn trouwens. En uiteraard even goede cognac. Bedankt voor het meespelen, liggen niet wakker van. En nee, thuisreis terug naar de graanverwerkende bedrijven in Aalst. Dankjewel. Dirk en Jan Lakeur, ook een beetje uit de buurt in Zeelen. Het gebeurt allemaal in Oost-Vlaanderen blijkbaar de laatste tijd. Het wordt, ik zei het, routine, maar het is het in feite niet, denk ik. Je moet telkens opnieuw beginnen. Je moet ze zien. Wanneer zie je die? Gebeurt dat snel? Dat gebeurt soms snel, soms gebeurt dat heel laat. Ik kan moeilijk aan jullie vragen of er een tactiek bestaat om jullie te nekken. Dat is totaal onzinnig natuurlijk. Er bestaat wel een tactiek, maar we gaan die dus inderdaad niet verklappen. Dan moet je nu wel beloven dat je die verklapt als het ooit fout gaat, oké? Dat gaan we doen, ja. Oké, ça va. Isabel is er intussen bijgekomen. Dat betekent dat we aan geld toe zijn. En veel geld is het in elk geval. Jullie hadden al 272.500. Daar komt nu bij 40.000 voor de letters. 3.900 voor de seconden, 2 keer 5.000 voor de bonus. Dat is samen 326.400 frank. Ofwel in kasbons, definitief, ofwel volgende week de helft inzetten. We zijn met niks gekomen, dus
met niks naar huis gaan is niet meer mogelijk in feite. Ik ga na overleg met Jan, we gaan nog een week door. Jullie willen met zoveel mogelijk naar huis gaan, dat is de bedoeling. Niet expliciet, het is ook de kick van de quiz telt mee. Dat is prima. De kick zal dan waarschijnlijk terugkomen volgende week zondag, dames en heren. Ik wens u in afwachting van die afspraak nog een prima week. Tot dan. De wereldberoemde pianist Vladimir Horowitz is overleden in New York. Hij was 85. De PVV keurde haar migrantennota goed. Het wordt aanpassen of een begeleide terugkeer. De Griekse conservatieven gaan naar een zege in de parlementsverkiezingen. Dames en heren, een goede avond. Eerst en vooral mijn excuses dat dit journaal door omstandigheden volledig buiten onze wil een kwartier te laat begint. Vladimir Horowitz, een van de grootste pianisten van deze eeuw, is overleden in zijn huis in New York. Hij was 85. Horowitz werd vooral beroemd door zijn schitterende en originele vertolkingen van Chopin. Horowitz was een van de best betaalde muzikanten van de hele wereld. De wat excentrieke en non-conformistische pianist werd door de Amerikaanse president Carter ooit bestempeld als nationaal monument. Dat was in 1978, 50 jaar nadat Horowitz als emigrant vanuit de Sovjet-Unie naar Amerika gekomen was. In 1986 gaf de pianist een concerttournee in zijn geboorteland. Hij ging toen op bezoek bij de dochter van de componist Scriabin en speelde voor haar enkele werken van haar vader. Integratie van de migranten in onze samenleving en, als dat niet lukt, begeleide terugkeer naar het moederland, dat zijn de twee pijlers van het migrantenbeleid van de PVV. De Vlaamse liberalen hebben dat beleid bijna unaniem goedgekeurd op een tweedaags congres in het Limburgse Genk. In 62 punten zette het Antwerpse Kamerlid Bijsen het tweesporenbeleid uiteen dat de PVV wil voeren. Integratie van de migranten en, als dat niet lukt of als de migranten zich niet wensen te integreren, begeleide terugkeer. De migranten dienen zich aan te passen aan onze gewoonten en waarden en niet omgekeerd, zegt de PVV. Ze wil de integratie bevorderen door een reeks maatregelen. Een ervan is bijvoorbeeld de bevordering van het onderwijs in het Nederlands, vooral voor huismoeders. Discriminatie van vrouwen wordt beslist afgewezen door de liberalen. Zo willen vooral de PVV-vrouwen niet weten van sluiers op school. De islamitische gemeenschap hier mag niet vanuit het buitenland worden gecontroleerd. De PVV wil een representatief orgaan van die gemeenschap dat vergelijkbaar is met dat van bijvoorbeeld de Belgische protestanten. De PVV zal de beleidsnota in wetsvoorstellen omzetten. Een ernstig migrantenbeleid is meer dan ooit dringend. Wel nu, ik zeg hier zeer duidelijk dat wij ons ertoe engageren vandaag met onze partij. Deze maatregelen die wij gisteren hebben voorbereid en vandaag hebben goedgekeurd, dat wij die bij de volgende regeringsdeelname op het terrein zullen uitvoeren. En ik denk persoonlijk aan de minister van Binnenlandse Zaken als degene die daarvoor de verantwoordelijkheid zou kunnen hebben, dat wij zelf zeggen wij zullen die minister van Binnenlandse Zaken opeisen, opdat hij de volheid van bevoegdheid zou kunnen krijgen om een ernstig migrantenbeleid in ons land
tot uitvoering te brengen. Verhofstadt had het ook over abortus. Dat probleem mag niet de inzet worden van verkiezingen om stemmen te winnen. Natuurlijk wil Verhofstadt wel de val van de regering. Maar niet een val van de regering hierover, vrienden. Wat een val van de regering hierover, zoals sommige scherpslijpers in de CVP misschien graag zouden willen, is een schande voor de manier waarop de Belgische politiek zou gevoerd worden en is het tegengestelde van de noodzaak om dergelijke problemen in sereniteit en in kalmte binnen het parlement zelf tot een oplossing te brengen. Natuurbeschermers en vogelliefhebbers hebben vanmiddag een protestwandeling gehouden in de Eifel. In dat mooie natuurgebied op de Belgisch-Duitse grens worden er jaarlijks nog honderden trekvogels gevangen. En dat is niet naar de zin van de milieuactivisten die willen dat de vogelvangst in ons land totaal verboden wordt. 400 à 500 mensen namen deel aan de protestwandeling. De organisatoren hadden gevraagd toeters, trommels en ander lawaaimakend grief mee te brengen. Met dat lawaai wilden de wandelaars de vogels op symbolische wijze waarschuwen voor de gevaren die hen bedreigen. In België is de vogelvangst verschillend gereglementeerd in Vlaanderen en Wallonië. In het Waalse gewest worden jaarlijks 4.300 vergunningen uitgereikt aan vogelvangers. Wie zo'n vergunning heeft, mag 12 vogels vangen uit 15 verschillende soorten. Dat betekent dus dat in Wallonië vorig jaar 51.000 vogels officieel mochten worden gevangen. En dat tussen 1 oktober en 11 november. In het Vlaamse gewest begint de vogelvangst 15 dagen later dan in Wallonië, half oktober dus. In Vlaanderen mogen iets meer dan 25.000 vogels worden gestrikt. Maar in de beide gewesten worden veel meer vogels gevangen dan officieel is toegelaten. Tot 10 keer meer, zegt het Verbond voor de Bescherming van de Vogels. En dat verbond wil daar dringend wat aan doen. Onze vereniging, het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels, heeft nu ook 2 verzoekschriften ingediend bij de Vlaamse en de Waalse gewestexecutieve. Om dus de besluiten, dus waar dus de vogelvangst wordt toegelaten, volledig nietig te verklaren. Ze zijn trouwens in tegenstrijd met de Europese vogelrichtlijn, die dus bepaalt dat de vogelvangst volledig moet verboden worden. In Griekenland zijn er parlementsverkiezingen geweest en met de helft van de stemmen geteld lijken de conservatieven geen absolute meerderheid te halen. Alhoewel ze er met 47,5% vrij dichtbij zitten. Socialisten van oud-premier Papandreou hebben tot nu toe iets meer dan 40% van de stemmen. En Verenigd Links onder leiding van de communisten schommelen voorlopig rond de 10%. Aftredend premier Mitsotakis van de rechtse Nieuwe Democratie behaalde in juni bij de vorige parlementsverkiezingen 44% van de stemmen. Nu zou een absolute meerderheid er even min in zitten, zodat Mitsotakis weer op zoek moet gaan naar een coalitiepartner. In juni vond hij die bij de derde partij van het land, de communisten. Water en vuur bijeen. Dat was toen mogelijk omdat beide partijen maar één doel hadden. De socialistische ex-premier Papandreou voor de rechtbank brengen. Binnenkort staat Papandreou terecht voor corruptie en het illegaal afluisteren van de telefoon. Papandreou zegt dat hij het onschuldige slachtoffer is van een politieke vendetta. De communisten van hun kant willen geen nieuwe regering vormen met de conservatieven. Maar ze willen ook alleen maar met de socialisten scheep gaan als de populaire Papandreou van het politieke toneel verdwijnt. In de Italiaanse hoofdstad Rome hebben ongeveer 20.000 mensen betoogd tegen de drugplaag in Italië. Niet minder dan 500.000 Italianen zouden verslaafd zijn. Op het Sint-Pietersplein in Rome heeft de paus de betogers toegesproken. Hij pleitte voor drastische maatregelen om alle drugs definitief uit de wereld te helpen. Katholieke vrijwilligersorganisaties die hulp bieden aan drugverslaafden brachten 20.000 mensen op de been. In Italië speelt de kerk een belangrijke rol bij de ontwenningstherapie van de naar schatting 500.000 drugverslaafden. De betogers willen dat zo vlug mogelijk het wetsontwerp wordt goedgekeurd dat voor het eerst in Italië individueel drugbezit en druggebruik strafbaar zou maken. De tegenstanders van het wetsontwerp, vooral de radicale partij, zeggen dat je verslaafden moeilijker weer in de maatschappij in kan passen als je ze eerst veroordeeld hebt. En dat een drugsverbod de onwettige handel alleen maar aanwakkert. Op het Sint-Pietersplein noemde paus Johannes Paulus de strijd tegen druggebruik een van de grootste uitdagingen voor de mens. Er moet ook een preventiecampagne komen, zei de paus, gebaseerd op verantwoordelijkheid en die de mensen opvoedt in waarheid, goedheid en rechtvaardigheid. In Italië wordt nog maar de alarmbel geluid. In Colombia is de oorlog tegen de drugs al maanden bezig. En nu en dan worden een paar successen geboekt.
Er is opnieuw een vermeende Colombiaanse drugbaron aan de Verenigde Staten uitgeleverd. Het gaat om de zesde uitlevering sinds de Colombiaanse president Barco in augustus de strijd tegen de drugkartels aanbond. En in de Verenigde Staten, in New York, deed de Amerikaanse antidrugbrigade een belangrijke vangst. Vrijdagavond zijn zwaar bewapende agenten van de Amerikaanse antidrugbrigade binnengevallen in een loods in New York. Ze hebben er zo'n 5 ton cocaïne ontdekt. Het is meteen de op één na grootste drugvangst uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. De cocaïne heeft een straatwaarde van ongeveer 35 miljard frank. De drugs zaten in grote stalen vaten, onder een dikke laag bijtend poeder. De agenten moesten dan ook speciale pakken aantrekken om bij de cocaïne te geraken. Op de cocaïne stond dezelfde naam als op de 20 ton drugs die men enkele weken geleden in Los Angeles in beslag heeft genomen. Een woordvoerder van de Amerikaanse antidrugbrigade heeft gezegd dat de drugs waarschijnlijk van Colombia komen. Maar een duidelijk spoor is er nog niet. U kijkt naar het laatste BRT-nieuws op zondagavond, dames en heren. En dus hebt u recht op 5 minuten spetterende sportinformatie van Wouter van den Houten. Het hoogtepunt van dit sportweekend is de overwinning van Thierry Boutsen in de Grote Prijs van Australië. Het was de laatste Grote Prijs van het seizoen en het water stroomde bij Bacon op het circuit in Adelaide. De rijders vinden racen in deze omstandigheden onverantwoord, maar er zou nu een beeldband moeten komen. Ja, daar is die inderdaad gekomen. De rijders vinden racen dus, was ik beginnen vertellen, in deze omstandigheden onverantwoord, maar de solidariteit blijkt alweer niet erg groot. Wereldkampioen Alain Prost is de enige die na de eerste start, zoals was afgesproken, de pits inrijdt en hij weigert ook op de baan te komen als later een tweede start wordt gegeven. Thierry Boutsen wordt de grote uitblinker in een wedstrijd die een onverantwoord maar onwaarschijnlijk televisiespectakel oplevert. Boutsen, die hier achter zijn ploegmaat Ricardo Patrese rijdt, is de enige die geen fouten maakt. Wat dacht u van de Brit Nigel Mansell, nogthans bekend om zijn stuurvaardigheid? En wie komt daaraan? Ayrton Senna op 3 wielen. Hij is gewoon tegen Martin Brundle aangeknald. Niets gezien, zei Senna achteraf. De minicamera op zo'n Formule 1-wagen blijkt wel van een extreem goede kwaliteit. Zo wint Thierry Boutsen zijn tweede grote prijs van het seizoen. De vorige in Canada was ook een regenwedstrijd. Het Formule 1-seizoen is afgelopen en Alain Prost is voor de 3e keer wereldkampioen. Hij volgt Ayrton Senna op. Ricardo Patrese is 3e en Thierry Boutsen komt 1 puntje tekort om 4e te eindigen. In de nationale voetbalcompetitie behoudt leider Anderlecht 2 punten voorsprong op KV Mechelen. Anderlecht speelde 0-0 gelijk bij Mechelen. Vorige woensdag voetbalden beide ploegen al erg sterk in de Europabeker en dat deden ze gisteren nog eens over. Een uitverkocht stadion achter de Mechelse kazerne voor de komst van Ademos en Anderlecht. Mechelen-Anderlecht was een boeiende wedstrijd met veel tempo en kansen aan beide kanten. De beste man op het veld was doelman Michel Preud'homme van Mechelen. Hier stopt hij een eerste keer Mark van der Linden, de man van het beslissende doelpunt in Barcelona. Ook Luc Nielis vloekte zich dood op Preud'homme toen hij de harde en goed gerichte knal na een vrije trap van Vervoort toch nog uit het doel hield. 0-0 bleef het en dat was ook de verdienste van doelman nummer 2 in het Belgische voetbal, Philippe de Wilde. Hier stopt hij Mark Emmers. Maar de save van de match kwam alweer van Michel Preud'homme op een kopbal van Mark van der Linden. Michel Preud'homme is wereldklasse. Er waren kansen voor Anderlecht, er waren kansen voor ons. Ik denk dat ik heb mijn best gedaan. Ik heb 0 tegen, dat is het belangrijkste voor een keeper. En zeker voor de wedstrijd van vandaag. Als we hadden verloren, dat wordt echt voor ons. Ja. Hoe is jouw evaluatie van deze wedstrijd? Ja, ik denk dat KV Mechelen heeft... met een grote hart gespeeld en dan Anderlecht natuurlijk met veel klas ook. Maar ik denk dat als we kijken naar de kansen, we hebben misschien de grootste kans gehad, juist op het einde en nog met 10 mannen. De bal op de paal, ik weet niet wie heeft dat geschoten, maar dat was misschien de mooiste kans, dat spijt ik. Het was Pascal de Wilde die trapte en Karel Huibrechts stelde de vraag aan Michel Preud'homme. Vanmiddag werden er nog 3 wedstrijden gespeeld in de hoogste klasse. De belangrijkste was Club Brugge-Antwerp. Club Brugge verloor alweer met 0-2 dit keer en kan dus niet profiteren van het gelijkspel tussen Mechelen en Anderlecht. Het is een rotweek voor Club Brugge. Vorig weekend eruit in de Belgische beker, woensdag gewipt in de Europabeker en nu in eigen Olympia verloren tegen Antwerp. Het eerste Antwerp-doelpunt was van Alex Tjernatinski.
Bij Antwerp lukt alles sinds de stunt van Sofia. Antwerp heeft de derde ronde van de Europabeker bereikt en komt nu naast Club Brugge en Cercle Brugge op de derde plaats. Club Brugge probeerde nog wel terug te vechten, maar kon maar één keer echt dreigen. Vital Borkelmans schoot tegen de paal. Helemaal op het einde werd het nog 0-2. Danny Verlinde heeft moeite met een indraaiende hoekschop van Hans-Peter Leenhof en Nico Klaassen duwt binnen. Club Brugge-Antwerp 0-2. Cercle Brugge is nu weer de eerste West-Vlaamse ploeg. Het heeft evenveel punten als club, maar één wedstrijd meer gewonnen. Hier brengt Geert Broekaert Cercle op voorsprong bij Kortrijk. Van de goede competitiestart van Kortrijk blijft helemaal niets meer over. Kortrijk staat niet eens meer in de eerste helft van de rangschikking. Hier het doelpunt van Karacic, het tweede Kortrijk doelpunt. De uitslag was 0-3. De derde wedstrijd van vanmiddag, Ekeren Racing Mechelen, eindigde op 2-0. Bij een 0-0 stand kreeg Racing Mechelen een strafschop. Patrick Asselman trapte hem op deze merkwaardige wijze. Het had mooi kunnen zijn. In Charleroi speelde Georges Heiles tegen zijn oude ploeg Beerschot. Het werd 4-0. Dit is het vierde doelpunt. Voorbereiding Leo van der Elst, afwerking Hurtado. Het was de 11e speeldag en de helft van de 18 ploegen maakte geen doelpunt. Dat zult u zien als nu het uitslagenbord verschijnt. Daar is het. Brugge Antwerp 0-2, dus Kortrijk Cercle Brugge 0-3, Germinal Eker Racing Mechelen 2-0. Bever Club Luik 2-1. Europees doet Club Luik het uitstekend, maar in de competitie voetbalt het zwak. Agent Lokeren 0-0, Lierse Waregem 2-0. Waregem verliest alweer. KV Mechelen Anderlecht ook 0-0. Dat moet u nu toch stilaan weten. Sporting Charleroi Beerschot 4-0 en Standaard Sint-Truiden 2-1. Anderlecht blijft dus aan de leiding. Het heeft 2 punten meer dan Mechelen en het heeft ook 2 wedstrijden meer gewonnen. Op 4 punten van Anderlecht staan 3 ploegen, Club en Cercle Brugge plus Antwerp. De onderkant dan, Charleroi en Ekeren hebben na hun overwinning nu al 3 punten voorsprong op de op 1 na laatste Sint-Truiden. Racing Mechelen en Waregem zijn de andere probleemploegen. Bedankt Wouter. En na de sport nog het weer met Peggy de Meijer. Vannacht zijn er niet veel wolken. Het is dan ook aan de frisse kant. Het vriest 1 graad in de Hoge Venen en het is 4 graden aan zee. Tegen de ochtend moet u opletten voor mistbanken. Morgen zijn de opklaringen breed. Alleen in het noorden van het land kan er nog een bui uitvallen. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest en de temperaturen die zijn zoals vandaag. 5 graden in de Ardennen, 10 graden in de rest van het land. De volgende dagen hetzelfde herfstweer, ochtendnevel en mistbanken, later opklaringen. En daarmee zetten we een punt achter dit laatavondjournaal. Nog een prettige avond en graag tot een volgende keer. Tsaar Peter de Grote laat bij zijn dood, en dat is voor het eerst in 600 jaar, weer een Europese grootmacht achter. Hij is voor alles militair die droomt van veroveringen. 20 jaar lang voert hij onafgebroken oorlog en heel die tijd voert hij spectaculaire hervormingen door om zijn achterlijk land te moderniseren. Keizerlijk Rusland, het vierde deel van de documentaire reeks Rusland en de Sovjet-Unie. Pas in 1790 definieert een Rus de problemen van Rusland. Die criticus is Alexander Radischev, een edelman natuurlijk, die in Leipzig heeft gestudeerd. De kwalen van Rusland zijn voor Radischev de lijfeigenschap, de belangen van de adel, de autocratische macht van de tsaar. Katharina verbant Radischev voor 10 jaar naar Siberië. Zijn straf is symptomatisch voor de houding van de overheid. Tot het einde van de 18e eeuw zijn de keizers en hun bureaucratie nog dikwijls de motor van verandering en vernieuwing. Vanaf die tijd vertegenwoordigt de staat de repressie, de inertie, het behoud.
Rusland is geleidelijk in een pattsituatie geraakt. Iedere hervorming wordt gevaarlijk, want de massa's zijn te dom en te achterlijk om zomaar medezeggenschap toe te vertrouwen. De adel is wel beschouwd een groep parasieten die de rust en de orde in het Rijk waarborgt, maar die iedere hervorming weigert. De keizers na Catharina houden zich bezig met wat oppervlakkige veranderingen, maar durven niet echt het mes in de problemen zetten. Keizer Alexander regeert tussen 1801 en 1825. Hoewel hij soms liberale buien heeft, blijft alles meestal bij het oude. Alexander besteedt wat meer geld aan het onderwijs en hij vraagt de adel om vrijwillig zijn lijfeigenen vrij te laten. In 50 jaar krijgen nauwelijks 119.000 mensen hun vrijheid. Alexander heeft het te druk met de situatie buiten de grenzen. De Franse revolutie zet heel Europa op zijn kop. Wanneer Napoleon Bonaparte in 1804 de keizer van Frankrijk wordt, verdwijnt daar het sociale element van de revolutie. Napoleon slaagt wel in de realisatie van de oude Franse droom om te heersen over heel Europa. Hij vernedert Oostenrijk en Pruisen, de bondgenoten van Rusland. Napoleon voert ook oorlog met Alexander en brengt Rusland een paar nederlagen toe, vooraleer de twee keizers op een vlot in de Weichsel de vrede tekenen. Pruisen en Oostenrijk worden gedwongen Franse bondgenoten. In feite weinig meer dan vazalstaten zoals Denemarken, Spanje en grote delen van Duitsland en Italië. Op het vasteland is Rusland de enige hinderpaal voor de volledige Franse hegemonie. Ten slotte valt Bonaparte in 1812 Rusland binnen. De Russische legers gaan een geregelde veldslag uit de weg. Napoleon overwint hen tenslotte bij Borodino, maar het grootste deel van de Russen ontsnapt. De Russen beweren achteraf dat hun generaals de tactiek van de verschroeide aarde toepasten. Dat is niet waar. De Russische legers zijn gewoon niet sterk genoeg om Bonaparte tegen te houden. Ze moeten voortdurend wijken en tenslotte Moskou aan de Fransen laten. Keizer Alexander weigert echter iedere onderhandeling en beantwoordt geen enkele brief van Napoleon. De Franse keizer weet geen raad meer. Hij talmt met het bevel voor de terugtocht. Ten slotte geeft hij toch het sein. Zijn troepen beginnen Moskou te plunderen. De grotendeels van hout gebouwde stad brandt uit. Men zal nooit weten of het opzet is of toeval.
Bonapartes leger vertrekt voor de sneeuw valt. Maar het is al te laat, want kort daarop begint de strenge winter. Het wordt de bekende dodentocht die maar 1 op de 10 soldaten overleeft. De eer komt zeker niet volledig aan de Russische soldaten toe. De strenge winter en het complete falen van de Franse bevoorrading zijn de oorzaken van de Franse nederlaag. Meer soldaten sterven door ziekte, honger en koude dan in gevechten. Einde 1812 is Rusland helemaal bevrijd. De oorlog verslapt, want de Russische legers zijn er niet veel beter aan toe dan de Fransen. Нагни, нагни ему голову-то. Пониже, пониже. Так-то вот. Ура, ребята! De Franse militaire macht is echter gebroken en overal komen de satellietstaten in opstand. Rusland, Oostenrijk en Pruisen sluiten een nieuw verbond en verslaan Napoleon nabij Leipzig in een driedaagse veldslag. Begin 1814 zijn de geallieerden in Frankrijk. Napoleon doet afstand van de troon en in maart 1814 defileren de Russen in Parijs. Nog een jaar later probeert Bonaparte zijn troon te heroveren. Hij wordt definitief in Waterloo verslagen door Britten en Pruisen. De Russische legers komen te laat om ook hun steentje bij te dragen. Na de nederlaag van Napoleon hertekenen de overwinnaars nog maar eens de kaart van Europa. Rusland wordt weer groter. In 1809 heeft keizer Alexander Finland bij zijn rijk ingelijfd dankzij een kortstondig bondgenootschap met Napoleon. Alexander belooft de Finse grondwet te respecteren. Hij zal de titel van groothertog dragen, niet die van keizer. Tezelfde tijd annexeert hij Georgië, een traditioneel christelijke staat die onder druk van Turkije en Perzië zich liever bij Rusland dan bij een islamitisch land laat inlijven. Daarmee zijn de Russen over de Caucasus. Turkije aanvaardt dat niet, maar wordt door de Russen verslagen. Alexander neemt ook het Turkse Bessarabië in bezit. Na Napoleons nederlaag slokken de Russen nog een deel van Polen op, met onder meer de oude hoofdstad Warschau. Alexander belooft de Polen hun grondwettelijke koning te zijn. De Polen krijgen een eigen leger, onderwijs in de eigen taal, eerbiediging van de katholieke godsdienst en zelfs een douane die de grens tussen Rusland en Polen controleert. Onder Alexander vestigen de Russen zich definitief in Noord-Amerika. In Alaska bouwen ze forten, kerken en dorpen. Alaska wordt Russisch. De Russen zakken af naar het zuiden en bouwen in 1812 Fort Ross in Noord-Californië. In Europa begint de heropbouw na het Napoleontisch avontuur. De grote vijf, Rusland, Oostenrijk, Pruisen, Frankrijk en Groot-Brittannië vergaderen op het Congres van Wenen. Ze sluiten een verbond, de Heilige Alliantie, om rust te handhaven. Alexander stelt zelfs de oprichting voor van een internationale troepenmacht om opstanden tegen de vorsten de kop in te drukken. Крадут невинность дев. Все это явно нету страха на утеснителей. Бары располагают честь, имущество и самой жизнью. Мне за на плантациях счастливее наших крестьян. Есть изверги, что заставляют крестьянок выкармливать грудью борзых щенков. Всяк дворянин,
что действию освобождения воспротивиться не может зваться иначе, как враг Отечества. И первый враг – государь-император. Toch hebben de idealen van gelijkheid, vrijheid en broederschap zelfs in Rusland indruk gemaakt. Een groep adellijke officieren droomt van een grondwet en van afschaffing van de lijfeigenschap. Bij de dood van keizer Alexander in december 1825 breekt een muiterij uit bij de garde in Sint-Petersburg. Hoera, Constitutia! De officieren bevelen hun regimenten de nieuwe keizer Nicolaas, een jongere broer van Alexander, niet te erkennen. Ze zwijgen tegenover hun eigen soldaten over hun werkelijke aspiraties. 3000 misleide soldaten staan op een koude decemberdag in het hart van de hoofdstad, terwijl regeringsgetrouwe troepen hen langzaam omsingelen. Николаем Павловичем! На колени, ребята! Все! Met een paar kanonschoten komt er een einde aan de muiterij. Deze decembristen zijn de eerste georganiseerde revolutionairen in Rusland. Het land is zo achterlijk dat adellijke officieren zelf de idealen van de Europese burgerij moeten verspreiden. Keizer Nicolaas laat 5 leiders ophangen. Touwen breken en de executie herbegint. De nieuwe keizer, Nicolaas I, heerst tussen 1825 en 1855. Tijdens zijn regering wordt Rusland geleidelijk tot een anachronisme in een veranderende wereld. In Rusland moet alles blijven zoals het was. De stilte van het graf, zeggen Nicolaas tegenstanders. Hij vertrouwt de adel niet, want die zou wel eens een grondwet en politieke inspraak durven eisen. Nicolaas is geen voorstander van de lijfeigenschap, maar hij vreest dat de afschaffing tot ernstige rellen zal leiden. De keizer vertrouwt alleen zijn leger. En in bestuursfuncties benoemt hij vooral militairen omdat zij de nodige kadaverdiscipline bezitten. Hij richt het derde departement op. Een politieke politie die een treurige Russische traditie inluidt. Оказал неповиновение, почему и был связан. По причине голодного обморока. Он ранен, пускай сидит. Я знал наперед, что ты здесь будешь. Это ты говорил истребить августейшую фамилию. Ты. Нет. Никогда и никому не говорил. Докормите. Никому не говорил, но всегда об этом думал. Het derde departement krijgt geld en middelen, recruteert overal politiespionnen, zoekt tekenen van subversie. Het departement arresteert mensen naar eigen willekeur. Het vernietigt de persen bij drukkers die gevaarlijk geachte pamfletten uitgeven. De keizer verbiedt ook de Russen om naar het buitenland te reizen of te corresponderen met West-Europeanen, opdat ze niet in contact zouden komen met westerse ideeën. Павел Иванович? За что? Nicolaas laat zelfs een officiële ideologie ontwerpen met als slogan orthodoxie, autocratie, nationaliteit. De goede onderdaan is dus een gelovige van de orthodoxe kerk die de alleenmacht van de keizer erkent. Nationaliteit betekent voor Nicolaas een soort van mystieke band tussen de keizer, zijn regering en het Russische volk.
Nicolaas voert eenzelfde soort buitenlandse politiek. Hij krijgt de bijnaam de politiechef van Europa. Want hij is bereid overal met zijn soldaten de oude aristocratische orde te herstellen. In 1830 moet hij lijdzaam tweemaal een revolutie verdragen. De Fransen verjagen hun koning en vervangen hem door een grondwettelijke vorst. In de zuidelijke Nederlanden zet de Waals-Brusselse burgerij koning Willem I aan de kant. De andere Europese grootmachten erkennen de nieuwe regimes. Ze willen de Russische keizer in diens streven om militair tussen beiden te komen niet volgen. Nicolaas moet in eigen huis optreden, want Polen komt in november 1830 ook in opstand. De Polen hebben nooit de inlijving bij Rusland aanvaard. Zij dromen nog altijd van de vroegere Groot-Poolse staat. De Polen roepen hun onafhankelijkheid uit. Het zelfstandige Poolse leger schaart zich aan de zijde van de opstandelingen. Het is echter geen tegenstander voor de Russische legers. Nicolaas ontneemt Polen zijn autonomie. De Russen onderdrukken brutaal en autoritair alle verzet en lijven Polen zonder meer in. Ze schaffen de bestaande economische voorrechten af, ze heffen de Poolse universiteit op en verplaatsen die naar de Oekraïne. Ze verbieden het gebruik van het Pools in het onderwijs en de administratie. Ze halen zich met dat alles de haat van de Polen op de nek. Russen, Oostenrijkers en Pruisen halen de banden nauwer aan om zich te beschermen tegen de aspiraties van de talrijke volkeren in de multinationale rijken. In 1848 breekt opnieuw in heel Europa de revolutiekoorts uit. De Franse burgerij verjaagt haar koning en roept de republiek uit. De troepen van keizer Nicolaas staan klaar om naar Frankrijk te vertrekken wanneer de onderdanen van zijn eigen bondgenoten Oostenrijk en Pruisen politieke hervormingen eisen. Nicolaas houdt voorzichtigheidshalve zijn soldaten in Oost-Europa. Maar dan komen zijn legers toch in actie. Russische soldaten slaan eerst een opstand neer in een deel van Turkije. En dan doet de keizer van Oostenrijk een beroep op de Russen. Want de Hongaarse onderdanen van de Oostenrijkse keizer hebben hun onafhankelijkheid uitgeroepen. De Oostenrijkers kunnen de Hongaren niet verslaan. 200.000 Russische soldaten komen tussen beiden en zij slaan wel de opstand neer. De Hongaren zullen die brutale en bloedige interventie nooit meer vergeten. Eind 1853 valt Nicolaas Turkije aan om het zieltogende rijk netjes en ordelijk tussen de Europeanen te verdelen en zodoende een gevaarlijke anarchie te vermijden. Keizer Nicolaas is zo gehaat dat Rusland helemaal geïsoleerd staat. De andere mogendheden interpreteren de Russische interventie als een zoveelste agressie. De keizer trekt zijn troepen terug uit Turks gebied, wil onderhandelen, maar de West-Europese staten zijn niet meer te stuiten. Frankrijk, Groot-Brittannië en Sardinië verklaren de oorlog. De Russische bondgenoten Pruisen en Oostenrijk kijken met genoegen toe hoe het al te machtige Rusland een les krijgt. Frankrijk, Groot-Brittannië en Sardinië vallen Rusland aan in de onderbuik, de Krim. Ze belegeren de vestingstad Sebastopol. De Britse Florence Nightingale sticht de eerste veldhospitalen. Ook de charge van de lichte brigade is een van de beroemde gebeurtenissen in die bloedige oorlog. At last. Charge!
De Russen verdedigen zich heftig, maar krijgen niet genoeg versterkingen. Na een jaar moeten ze Sebastopol opgeven. Nicolaas maakt de nederlaag niet meer mee. Hij sterft in maart 1855. Zijn zoon Alexander II volgt hem op. De nieuwe keizer sluit vlug vrede, want de oorlog is te duur en Rusland heeft geld nodig voor de lang uitgestelde hervormingen. Ну-с, вот я и показал вам все достопримечательности нашего местечка. И трактир, и постоялый двор, и базар. Ну что, скучно? Nicolaas heeft alle politiek leven lam gelegd. Maar op de trage, maar toch belangrijke economische en sociale veranderingen heeft hij weinig greep. In de eerste helft van de 19e eeuw groeit de bevolking sterk. In 1851 heeft het Rijk al 67 miljoen onderdanen. Die grotere bevolking heeft allerlei producten nodig. Zeker in de steden die vlugger groeien dan de dorpen. Door de verovering en de kolonisatie van de vruchtbare gronden in het zuiden verbouwen boeren voor het eerst meer dan ze verbruiken. Export wordt dan een belangrijke inkomstenbron. Dankzij goede havens zoals Odessa neemt de handel met het buitenland toe. In Rusland zelf blijft handel en vervoer een moeilijke zaak. Het reusachtige Rijk heeft nauwelijks 4000 kilometer goede wegen. De eerste commerciële spoorweg tussen Sint-Petersburg en Moskou wordt in 1851 gelegd. Sommige edelmannen slagen erin hun domeinen rendabel te maken. Zij gebruiken West-Europese landbouwmachines. Ze laten behoorlijk mesten en verbouwen nieuwe producten, zoals aardappelen en suikerbieten. Maar door eigen kortzichtigheid verarmt de adel. Rond het midden van de eeuw rust al op 2/3 van de adellijke lijfeigenen een hypotheek. Een groot deel van de adel heeft geen andere aspiraties dan zijn lijfeigenen uitpersen en met de opbrengst goede sier maken in Sint-Petersburg of in de provincies. Op de meeste boerderijen blijft de opbrengst laag. De lijfeigenen of kleine boeren zijn te behoudend, te ongeschoold om behoorlijke rendementen te halen. De levensstandaard van de boeren blijft dan ook extreem laag. Om de verplichtingen tegenover hun heren na te komen, verhuren velen zich in het stille seizoen als klusjesman of arbeider. Andere lijfeigenen werken met toestemming van hun heer voor hele dagen in de jonge Russische industrie. Ze geven hun salaris af. Op die manier verdwijnen ze toch uit de directe invloedssfeer van de landheer. Ze mengen zich met de vrije arbeiders. En zo ontstaat het proletariaat dat nog zo'n grote rol zal gaan spelen. Rond 1830 werken er tussen de 500.000 en de 900.000 mensen in de industrie. De onzekerheid over 400.000 arbeiders meer of minder bewijst dat Rusland een belangrijk instrument mist voor het moderne staatsbeheer, goede en betrouwbare statistieken. Vooral Moskou is het centrum van de katoennijverheid. Tezelfde tijd begint in West-Europa een echte industriële revolutie die de oude gewoonten en structuren wegvaagt. België is rond 1850 een belangrijker industriële natie dan Rusland. De achterstand van Rusland op het westen wordt dan weer groter in plaats van kleiner.
Op één terrein heeft de rijkdom van een piepkleine groep wel resultaten. Na een eerste generatie naapers en mensen die zich probeerden te bekwamen, komt er een schitterende adellijke cultuur tot bloei. Catharina en haar opvolgers verfraaien Sint-Petersburg met allerlei neoclassieke gebouwen. Michail Glinka componeert in 1838 de eerste echt nationale Russische opera. Ivan Suzanin of Een leven voor de tsaar. Graaf Leo Tolstoj publiceert zijn eerste romans, net als de edelman Ivan Turgenev. De jonge Fyodor Dostojevski komt uit een burgerlijke, alhoewel rijke familie. Aan de top staan twee edelui die nog altijd bij de reuzen van de wereldliteratuur horen. Nikolai Gogol en Alexander Pushkin. In de werken van de generatie Pushkin-Gogol is nog maar weinig tijdskritiek te bespeuren. Dat wordt later wel anders. Я не понимаю, зачем мы сюда пришли? Если ты хочешь быть литератором, ты должен изучать и светскую жизнь, моншер. Да, но не во фраке чужого плеча. Маскарад — это то самое место, где с тобой могут произойти самые необыкновенные происшествия. Ну, читался барон Брамбеуса. Ага, прости, одну минуточку, сейчас верну. Waar literatuur bloeit, staat ook het intellectuele leven niet stil. Het politiek dispuut is geen gemeengoed, maar in de salons en aan sommige universiteiten debatteren en discussiëren allerlei groepen. Twee geestestromingen hebben de overhand. Een groep romantische intellectuelen die geheel tot de adel behoort, legt de nadruk op de superioriteit van Rusland en het ware geloof. Ze worden slavofielen genoemd. Ze stellen liefde, vrijheid en samenwerking tegenover het koude en rationele denken van het Westen. De slavofielen willen zelfs de almacht van de keizer aanvaarden, want die is een echte politieke Russische traditie. Tegenover hen staan de westersgezinden zoals de jonge edelman Michail Bakunin. Ook mensen uit de weinig talrijke burgerij verkiezen deze richting. Zij vinden dat Rusland alleen uit de achterlijkheid kan opstaan door radicaal het hele westerse doen en denken over te nemen. Maar beide geestestromingen hebben gemeenschappelijke trekjes. Ze willen hervormingen. De bevrijding van de lijfeigenen, pers- en gewetensvrijheid. Deze eisen zijn in West-Europa al een tijdje verwezenlijkt. Onder keizer Nicolaas krijgen die ideeën geen kans. Zijn zoon en opvolger, Alexander II, zal vanaf 1855 het roer omgooien. De botsing van de oude en het nieuwe Rusland zal de revolutie aankondigen. Его ведьма за катама, в свои Я тебе сказал! Вставай, уходи живо! Bij deze televisiereeks hoort een prachtig handboek. Het kost 780 frank te storten op rekeningnummer 3x0-0074040-29 van de BRT met de vermelding Rusland. Nederlandse kijkers gireren 41,50 op postbanknummer 54-42-32 van Teliac Utrecht. U kan het boek ook kopen bij de erkende boekhandel. We danken volgende personen en instellingen voor hun medewerking aan deze reeks. We illustreerden het programma met volgende filmfragmenten.
Ik hoop dat we u een aangename zondagavond hebben bezorgd. Tijd nu om afscheid te nemen. Ik wens u nu alvast een heel goede nacht, maar we staan nog even stil bij de ontmoeting van Johannes Itten. Een kunstwerk uit het Kunsthaus in Zürich. Dit schilderij van de Zwitser Johannes Itten heet De Ontmoeting. En toch geen spoor van mensen, kinderen of andere levende wezens, zoals de titel ons schijnt voor te houden. Het werk toont een ontmoeting tussen twee spiralen. Spiralen die elkaar meer en meer naderen tot ze tenslotte in één punt samenkomen. Vanaf dat punt zien we de spiralen weer uit elkaar krinkelen. En zo lijkt het alsof we een continue beweging zien, zonder dat we het schilderij daarom erg mobiel kunnen noemen. De indruk van beweging ontstaat niet alleen door de spiralende lijnen, maar ook door de kleuring van de segmenten. Ze zijn geordend volgens een gamma van het spectrum, van donker naar licht, en van violet over blauw, groen, geel en oranje naar rood. Maar Itten gebruikt de vormen en kleuren ook nog om iets anders voor te stellen. Geen mensen of voorwerpen, maar een abstract idee. De ontmoeting is een weergave van het samenkomen van twee tegenpolen, in de ruimste zin van het woord dan. Daarnaast is het schilderij nog een belangrijk symbool van de strijd die de schilder voert voor zijn recht om alleen met lijnen en kleuren te werken, zonder enige verplichting om een traditionele voorstelling te geven van een of andere realiteit. Voor Itten startte de weg naar abstractie al toen hij les volgde bij Adolf Hölzel in Stuttgart. Hölzel stimuleerde zijn leerlingen om elk schilderij schematisch te ontleden in zijn formele onderdelen. Zo leerden ze denken in abstracte termen van lijnen en volumes bij het ontwerpen van hun eigen werk. Hölzel was in die tijd een van Duitslands meest vooruitstrevende docenten, maar Itten zou hem op dit punt voorbijstreven. Door zijn interesse voor kleur liep Itten vrij snel vooruit op de theorieën van Hölzel. Hij werd gefascineerd door alle mogelijke theorieën over kleur en in elke theorie ontdekte hij wel iets dat hem bruikbaar leek. Hij ontwikkelde eigen ideeën en nieuwe schema's. Hij legde zich vooral toe op de studie van de kleurenharmonie waarmee je een spiritueel evenwicht kon bereiken en op het gebruik van kleur om optische illusies van licht en ruimte te creëren. Experimenten werden nauwgezet opgetekend en zo stelde Itten keer op keer vast dat de diepte-illusie die je met kleuren kunt bereiken door precieze en betrouwbare wetten wordt gecontroleerd. Maar tegelijk stelde hij vast dat elk kleureffect onvermijdelijk afhankelijk is van veel andere factoren die zelf eindeloos variabel zijn, zoals contrast bijvoorbeeld. Aan de hand van zijn observaties ontwikkelde Itten een eigen kleurentheorie. Die gebruikte hij als basis voor zijn cursussen aan eerstejaarsstudenten toen hij les gaf aan het Bauhaus in Weimar na de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de oorlogsjaren had Itten zich teruggetrokken in Zwitserland. Daar had hij zich volledig kunnen wijden aan de verdere ontwikkeling van zijn ideeën. Op deze foto uit 1915 zien we Itten achter de piano in zijn atelier. In de andere man herkennen we zijn vriend Oscar Schlemmer. Een derde lid van hun groepje was de Finse zanger Helge Lindberg, waarvan Itten een portret maakte. Lindberg was vermaard om zijn Bach-vertolkingen en Itten noemde het schilderij dan ook de Bach-zanger. Itten was zelf een groot muziekliefhebber die schilderkunst vaak met muziek vergeleek. Zo kwam hij ertoe verder te kijken dan vormen en kleuren. Een componist blijft ook niet stilstaan bij een muzieknoot. De Bachzanger is natuurlijk geen herkenbaar portret van Lindberg. Met kleurcorrelatie trachtte hij een parallel te creëren met de muziek van Bach en de typische interpretatie van Lindberg. Itten zag zelf in dat het een bijna tantalische ambitie was. Voor de problemen die hij daarbij het hoofd moest bieden, zag hij maar één oplossing. Hij moest abstract werken.
En vanzelfsprekend viel hij terug op de abstracte schetsen waarmee hij al zijn schilderijen ontwierp. Deze studies bijvoorbeeld vormden de basis voor Het Afscheid, dat hij een jaar later maakte. Hier zien we nog een compositie met twee spiralen, maar deze keer vloeien ze niet in elkaar. Ze worden uiteengedreven door een scherpe wig van licht die het schilderij in twee deelt en de spiralen in verschillende richtingen dwingt. We stellen nu vast dat in de ontmoeting precies het tegenovergestelde gebeurt. De twee schilderijen zijn dus elkaars complement. En de onderlinge overeenkomst laat ons vermoeden dat Itten toen werd geobsedeerd door de idee van samenkomst en scheiding. Een van de oorzaken lag in een schokkende ervaring in april 1916. Itten was heel erg bevriend met actrice Hilde Wendland, een aantrekkelijke en ogenschijnlijk gelukkige vrouw. Maar na het bijwonen van de opera Salome van Richard Strauss had ze plots zelfmoord gepleegd. En Itten realiseerde zich met een schok hoe onverwacht snel aan alles een eind kon komen en hoe ver het leven kon staan van onze alledaagse beslommeringen. Itten ging zich meer en meer verdiepen in mystieke overpeinzingen en zijn werk werd abstracter. Uit zijn aantekeningen en schetsen van de maand daarop kunnen we opmaken dat Itten aanvankelijk overwogen had om in de titel van de ontmoeting te verwijzen naar Hildes dood. De combinatie van een klimmende, monochrome spiraal met een dalende spiraal in levendige regenboogkleuren suggereert de spirituele abstractie van een seksuele ontmoeting. Maar daarachter ligt een verband dat veel fundamenteler is. De onderlinge relatie tussen de krachten van leven en dood. Het contrast met de kleurige, horizontale en verticale blokken op de achtergrond is een abstracte verwijzing naar de polariteit van het leven en dus ook naar de aanvaarding van hun fundamentele coexistentie. In het originele concept blijken de achtergrondelementen veel meer benadrukt. In de aquarelschets die Itte voor de ontmoeting maakte, zien we de kleurpatronen met de spiralen wedijveren om onze aandacht te vangen. Vanaf de Eerste Wereldoorlog bleef hij praktisch altijd trouw aan diezelfde motieven. We ontdekken ze al in deze krachtig gestructureerde compositie uit 1916, die eenvoudig horizontaal-verticaal heet. Maar ook in dit schilderij, dat hij bijna 50 jaar later maakte en dat hij Lente noemde. Altijd weer gebruikte Itten de spiraal als symbool voor de cyclische beweging van al wat leeft en groeit. En tegelijk suggereert hij dat elke spiraal weer door assimilatie kan worden opgenomen in een grotere, een symbolische voorstelling van een hoger leven. Het verbaast ons dan ook niet dat Itten de spiraal bleef toepassen tot in 1967, het jaar van zijn overlijden. We ontdekken ze in dit uitzonderlijk mobiele werk dat hij vier spiralen noemde en waar ze zonder onderling verband in verschillende richtingen wentelen als windmolens. Maar we vinden ze ook terug in de monumentale eenvoud van deze compositie die gewoon Spiraal heet. Een werk dat levendig en toch heel kordaat overkomt en vooral opvalt door de heldere driehoek opgebouwd in vier schakeringen van blauw, symbool van de eeuwigheid. De cirkel is rond en we zijn terug bij ons vertrekpunt. De reden waarom Itten voor abstractie koos lijkt nu vanzelfsprekend. Hoe gedurfd die keuze toen was, kunnen we ons nu misschien moeilijker voorstellen. Hoewel Itten later terugkeerde naar de figuratieve kunst en overigens in zijn lange loopbaan met tal van andere stijlen experimenteerde, bewijst zijn werk dat hij altijd trouw bleef aan de richting die hij ooit bewust had gekozen. Maar de sterkste kant van Johannes Itten is misschien vooral dat zijn inspiratie altijd diep geworteld zat in zijn persoonlijke ervaringswereld en zo, ondanks de analytische precisie, de warmte uitstraalt van de emoties die hem inspireerden. Thank you.
Thank you.